komt bij Nox Spellazolder, dit keer Munchkin Quest. Het is een spel uitgegeven door Steve Jackson Games en ja, eigenlijk is het gewoon de bordspelvariant van het fameuze kaartspel Munchkin. Het spel, de originele doos, is voor 2 tot 4 personen en ja, je bent er ongeveer een uurtje tot anderhalf mee zoet. En als je wil kun je wat huisregeltjes erop loslaten en dan kun je wat langer mee zoet zijn. Genoeg gekletst, we gaan snel kijken wat er in de doos zit. Wij krijgen natuurlijk de spelregels. En ondanks dat ze rijk geïllustreerd zijn en wat highlights hebben voor wat het belangrijkste is, moest ik zeggen dat ik de eerste keer, en ik speel al een tijdje Munchkin, aardig wat ruzie had met de regels, omdat ze heel erg onlogisch zijn weergegeven. 3 soorten kaarten. De Deus Ex Munchkin kaarten. Munchkin Treasure kaarten en Munchkin Monster kaarten. Voor iedere speler hebben we een schijf waarop je het level kan bijhouden. Een Munchkin poppetje, 2 blauwe dobbelstenen en 3 blauwe voetjes waar je de monsters in zet. En daarnaast begint elke speler met 300 goud, 4 van die levertjes en 3 van deze voetjes die je kan omdraaien naar groen of rood als je ze gebruikt hebt. Daarnaast krijg je nog een zak met centjes, want dat is iets nieuws wat in het spel zit. Goud. Dan hebben we nog een hele zak met verbindingsstukjes. Dan hebben we natuurlijk de monsters. En die zijn allemaal van die poortjes, zullen we zeggen, met erop het monster, het level en wat voor soort verplaatsing ze hebben. Kamers kun je doorzoeken en dit zijn fiches om te markeren als een kamer al doorzocht is of bijna helemaal kaal is gezocht. De starttegel van de dungeon. Een hele stapel dungeon tiles, allemaal dubbelzijdig, dus met 2 soorten kamers voor veel plezier. Een 10-zijdige dobbelsteen en een 6 kleuren dobbelsteen, dus als je de uitbreiding koopt komt er nog een oranje en een paarse speler bij. Kun je dat alvast verklappen. Nog wat reservevoetjes. En de letters A tot en met weet ik het wat. Tijd om een spelletje op te zetten. Dit is de beginopstelling voor Munchkin Quest. Je legt de kaarten hier van iedereen erbij kan. Monsters erbij, goud erbij, fiches erbij. Iemand maakt je verantwoordelijk voor het bouwen van de dungeon. Die krijgt de zak, want ik doe het in een blinde zak. Met erin de verbindingstukjes, die zijn ook allemaal dubbelzijdig. En die krijgt alle tegels binnen zijn bereik. Elke speler krijgt, zoals ik al zei, 3 verplaatsing, 4 hartjes, 300 goud, 2 dobbelstenen. Van die opzetjes waar de monsters op gaan. Zijn Munchkin begint hier, een levelmeter en 3 schatkaarten en 3 Deus Ex kaarten. Dan mogen ze alle kaarten gewoon, en dit is weer iets waar Board Game Geek voor handig voor is. En dan heb je een mooi overzicht. En dan kun je 1 hand, 2 hand, hoofd, body en voetjes. En dan heb je nog 2 pack kaarten. En de rest kun je hieronder leggen. In je utility belt. Wat wil zeggen, ik heb, laten we zeggen, dit is een 2-handig voorwerp. Leg ik dan maar even op mijn 2 handslot. En voor de rest heb ik nog wat items. In je pack kun je kaarten doen die niet voor jouw klas zijn. Of als je bijvoorbeeld je 2 handen vol hebt, kun je bijvoorbeeld nog een reservewapen doen. En die kun je dan in een actie weer wisselen. En dan heb je nog je Deus Magica kaarten. En hetzelfde principe als bij Munchkin, het kaartspel. Maximale handgrootte van 5. Dus je mag kaarten ook wel in je hand houden, items. Alleen in tegenstelling tot bij gewoon Munchkin mag je alleen maar blauwe kaarten vanuit je hand spelen. Deze items in je hand doen niks en kunnen ook niet gespeeld worden. Je moet ze hier spelen om ze te kunnen activeren. Iedereen begint in de entrance. En op de entrance zie je dit symbooltje staan. Eigenlijk staat hier ook het symbool van een vergrootglas met een verboden teken door. Oftewel, deze kamer mag niet doorzocht worden. En vervolgens zie je overal ene staan. Nou, die komen later komen die op die verbindingstukjes. Maar de entrance heeft de verbindingstukjes er al op. Dat wil zeggen dat het verplaatsen van deze kamer naar een andere kamer kost je 1 stapje. En daar gebruik je die voetjes dan voor. Dus je gaat verplaatsen naar een kamer en dan draai je zo'n voetje om. En dan kun je bijhouden hoeveel stapjes je gezet hebt. We gaan maar eens een spelletje spelen. De beurt van een speler in Munchkin Quest ziet er als volgt uit. 3 stappen. Stap 1, het trekken van 1 Deus Ex Munchkin kaart. Een DEM kaart.
Is het een rasse of een klas? Dit is een raskaart. Dan mag je die gelijk neerleggen. En anders kun je hem gewoon in je hand houden. Stap 2 is een movement. Daar gebruik je de voetjes voor. En met movement kun je verschillende dingen doen. Je kunt gewoon verplaatsen van één dungeon naar een andere. En dan betaal je de kost die hier zo staat. Laten we zeggen, ik ga verkennen. Ik ga hierheen en ik wil daar een nieuw stukje dungeon verkennen. Ik trek een tegel. Ik leg deze aan. En je zorgt dat die net zo ligt als de entrance. Dus op dezelfde manier. En degene die verantwoordelijk is voor het bouwen van de dungeon, die grabbelt ook gelijk 3 uitgangen. En die klikt hij eraan vast. Er zijn ook uitgangen die zijn helemaal van steen. Dat wil zeggen dat dit gewoon een muur is. Daar kun je niet door. En kamers die dus aan elkaar grenzen, maar waar tussen een stenen muur zit, die zijn ook niet adjacent. Dus naast elkaar liggend. Ik verken een nieuwe kamer. Ik krijg voor het verkennen van een nieuwe kamer gelijk een dempkaart. Daarnaast, als het een nieuwe kamer is, zit er altijd een monster. Ik pak de bovenste, boosste monsterkaart. In dit geval King Tut. Ik ga gooien met de gekleurde dobbelsteen om te bepalen welk kleur voetje eronder komt. In dit geval is het een spel tussen alleen groen en blauw. Rood doet dus niet mee, dus dan mag ik kiezen welk voetje eronder komt. Nou, wat heeft het voor voordeel? Als ik een monster versla met mijn kleur voetje, ga ik even omdraaien, want ik ben groen, dan krijg ik, als ik het monster versla, natuurlijk gewoon in dit geval 2 levels, 4 schatten. En in het geval dat het mijn voetje is, krijg ik dan nog een extra demkaart. Mocht het nou zo zijn dat je deze kamer er al ligt, je kunt dan nog steeds erin verplaatsen. 1. En dan kun je gaan zoeken. Een kamer doorzoeken, daar gebruik je je 2 dobbelstenen voor. Je gooit en op de achterkant van het boek staat een uitkomst. Hier staat een prachtig tabelletje met wat er gebeurt. En bij 6 zou ik bijvoorbeeld 300 goud en een treasure kaart vinden. En dan staat er: the room is ransacked. Als een kamer geransacked is, is het search min 1 op je resultaat. En op een gegeven moment kan die ook looted out zijn. En dan mag er niet meer gezocht worden. Het verplaatsen, dat kost me een voetje. Daarnaast wil ik gaan zoeken, dat kost me een voetje. En dan heb ik nog 1 verplaatsing over. En dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik ga nog een keer zoeken. Of ik ga een nieuwe kamer verkennen. Ik heb ervoor gekozen om King Tut groen te maken. Dus hij krijgt mijn groene voetje. King Tut is level 16. Ik ben level 1 met mijn bonusjes erbij. Ben ik level 6. Dus ik kan King Tut niet aan in mijn eentje. Dan kan ik natuurlijk, net zoals in het kaartspel Munchkin, vragen om hulp. Ik mag alleen hulp vragen aan mensen die bij mij in de kamer zitten of in een kamer direct naast mij. Dus in dit geval alleen deze kamer, want de rest van de dungeon is er nog niet. Dan kan ik vragen, wil je helpen? Ja of nee? Kun je afspraken maken? En zoals altijd, onderhandelen. Als het lukt, krijgen we 4 treasures. Nou ja, krijg jij er 4 en weet ik veel. Dat werkt hetzelfde principe. Daarnaast is nog steeds het principe van je moet het zelf hoger hebben dan het level van het monster. Behalve als je een warrior bent, want dan mag je bij gelijk spel, win je al. Lukt dat, dan verslaan we haar, krijgen we alle bonussen die ik al genoemd heb. Mislukt het, dan ga je dood. In dit geval, take a hit. Oh nee, deze zegt take a hit. En bij take a hit draai je 1 van jouw hartjes om naar een schedeltje. En als alle 4 jouw hits schedeltjes zijn, ga je dood en begin je opnieuw. En dan moet je alles weggooien. Nou, staat keurig in de regels, ga ik niet allemaal uitleggen. Dat is een van de weinige dingen die je makkelijk kan vinden. Laten we zeggen, ik kies ervoor om te vluchten. Want hij wil niet helpen en ik kan er niet aan. Vluchten werkt hetzelfde als in het kaartspel. Je gooit met de 6-zijdige dobbelsteen. En bij een 5 of een 6 lukt het. Bij mij mislukt het. Nou. Laten we zeggen dat het lukt. Dan trek ik mij terug naar 1 kamer aangrenzend. Ik kies van tevoren welke kamer ik terugtrek. En dan blijft het monster gewoon staan. Dat is allemaal wat er gebeurt tijdens de movement fase. Daarnaast kan ik ook nog dealen. Zoals je ziet hebben sommige kamers een tekst. En daar staat dan deal op. Bijvoorbeeld deze. Hier staat op deal, spend 2 move to choose room tile from those remaining, bla 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 bla. Dat is dealen, dat kan ook allemaal in de tweede fase. En dat kost geen verplaatsingsstapjes. Dat zijn eigenschappen van kamers. Dat noemen ze het dealen. En dan mag je natuurlijk ook nog eventueel dingen laten vallen.
Daar zijn die lettertjes voor die ik in het begin liet zien. Omdat je anders zo'n berg kaarten in zo'n klein vakje. Want ja, als ik deze boog laat vallen hier, dan ligt in één keer de hele entrance vol. Dat is een beetje onhandig. Dus hebben ze gezegd, daar gebruik je deze lettertjes voor. Je legt hier een A en je legt de boog met een A naast het bord. En als iemand hier dan een search doet, nou kan in de entrance geen search worden gedaan. Maar laten we zeggen een andere kamer, ligt die A, doe je een search. Dan mag jij ook ervoor kiezen, als er tenminste geen monster komt. Want je mag niet searchen als er monsters zijn. Dan mag je ervoor kiezen om ook de objecten die spelers hebben laten vallen te pakken. Dat is eigenlijk wat je allemaal mag doen in de tweede stap, de verplaatsing. En dan heb je nog een laatste stap en dat is charity, oftewel liefdadigheid. En dat is ook weer hetzelfde als in het kaartspel. Heb je in je hand meer dan 5 kaarten, dan moet jij kaarten afleggen tot 5. Die geef je weg aan spelers met een lager level dan jou. Zijn die er niet, leg je ze op de aflegstapel. King Tut leeft nog. Zijn kaart en eventuele blauwe kaarten die eronder zijn gespeeld die hem sterker maken, blijven bij elkaar liggen. En die leg je apart. En dan is na jouw beurt komt de monsterfase. Hoe werkt de monsterfase? Dan gooi je met de gekleurde dobbelsteen. Gooi jij een kleur van een speler in het spel, krijgt hij meteen een DEM kaart. Dan gaan we verplaatsen. Je ziet dat elke kamer is voorzien van pijlen in verschillende kleuren. Je ziet dat deze paars, groen, blauw en rood hebben. Dus laten we zeggen, deze kamer heeft oranje, groen, rood en paars. Dit is een beetje een kleine dungeon, dus ik ga hem iets groter maken. Monsters hebben altijd een symbooltje, zoals ik al zei, hier zo staan met een voetje. En dat kan of een groen voetje zijn of een rood voetje. En die staan allemaal in de regels uitgelegd. Hier zo. En de ene zegt is een slow movend, de andere is een snel verplaatsend. En sommige hebben speciale of tegenovergestelde verplaatsingen. Moet je maar eventjes doorlezen. Dat staat wel weer duidelijk in de regels inderdaad. Deze heeft een voetje met een vraagteken. Dat wil zeggen dat hij een speciale verplaatsing heeft. En dat staat dus ook op de monsterkaart. King Tut kan zich verplaatsen door afgesloten deuren en geheime. Dat zijn het. Dit zijn geheime deuren. En dit zijn afgesloten deuren. Voor ons spelers maakt het helemaal niks uit. Wij kunnen er gewoon doorheen als we maar 3 verplaatsing betalen. En sommige kaarten geven ons de eigenschap om hier voor 1 verplaatsing doorheen te gaan. Maar monsters kunnen hier niet doorheen. Behalve als er specifiek wordt gezegd dat ze dit wel kunnen. Dus hou daar even rekening mee. Laten we zeggen dat ik voor King Tut de monsterworp is rood. Er zijn geen rode spelers, dus niemand krijgt een DEM kaart. En het monster gaat vervolgens verplaatsen. Hij kijkt naar een rode paal. En die is hier. En vervolgens kijkt hij in deze kamer. Is er weer een rode pijl? Ja hoor, is er weer een. En gaat hij zo. Mocht het nou zo zijn dat er geen rode pijlen zijn. Dus bijvoorbeeld ik gooi in dit geval blauw. Als ik hier sta. Zijn geen blauwe pijlen. Dan verplaatst het monster niet. Hier eindigen monsters nooit hun verplaatsing. Want dit is de ingang. Daar is zonneschijn. En daar houden onze monsters niet zo van. Dus daar gaan ze altijd door. Mocht het nou zo zijn dat ik rood gooi. En groen staat hier en blauw staat hier. Dan gaat de verplaatsing gewoon langs groen en eindigt die bij blauw. Monsters vallen niet vanzelf aan. Maar als jij je beurt begint in een kamer met een monster, dan moet je wel gelijk aan de bak. Sommige monsters hebben een snelle verplaatsing. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld als ik rood gooi met King Tut, verplaats hij hier en hier. Dan zit hier geen rode meer. Maar dan verplaats hij nog 1 stap in de richting waar hij al in het verplaatsen was. Dus in dit geval zou hij dan nog verder omhoog gaan. Maar ja, daar ligt geen kamer. Dus dan zou hij zo hier doorheen springen. Maar dat doet hij niet. Want waarom doet King Tut dat niet? Een monster gaat nooit over zijn eigen pad heen. Dus hij heeft deze tegel gehad. Deze, deze. En dan gaat hij niet nog een keer terug weer hierheen. Wat hij wel zou kunnen doen. Als hij bijvoorbeeld hier zou staan. En hij verplaatst paars. Dan gaat hij hier eruit. Daar is niks. Komt hij in de ingang. Ja, daar mag hij niet zijn. Dus gaat hij hierheen en dan zie je dat hier weer een paarse pijl zit. En dan is het hier weer. Nou, eigenlijk vrij logisch. Alleen in de regels moest ik aardig worstelen om dat door te krijgen. Want het staat er een beetje... Bye.